Jongens, ik wou jullie net vragen, wat drinken jullie zoal in de oefenruimte, maar jij drinkt nog niks hier. Nee, sorry. Hier ga ik weer verder. Bieren altijd bij optredens? Na repetities bier, want sterke dranken moeten mee uitkijken, vinden we zelf. En we hebben, kijk, dat was een jaar of twee geleden, was dat in de voorbereiding van onze laatste succes-CD So Much To Give. Toen waren we in onze wijnperiode en dat heeft zeker een jaar gekost, extra gekost voordat die plaat af was. Dus wijn niet doen. Nee. Weinig gebeurt niet meer voor dan alleen maar bier. Ja, bier en tequila. Dat drinken we vooral als we ook optreden. Tequila. Dus dat is een goede combi. Rock and roll zonder alcohol, Koos, zie je dat zitten? Het zou natuurlijk kunnen. We hebben mensen genoeg energie ook, maar daar kom je bij een soort emo uit. Hè? Je moet sneller huilen omdat je daar geen alcohol krijgt. Nou, dat weet ik niet. Dat is wel een goeie. Wat ik me afvroeg, Olaf, als we jou nou op een whisky dieet zetten, zou je dan net zo kunnen klinken als Andrew Williams? En zou je dat willen? Nee! Nee, we zouden binnenkort met hem spelen. Ik weet niet wanneer dit uitgezonden wordt, maar hij heeft afgezegd, want hij zit in de rehab. Nou is het natuurlijk heel modieus om in een rehab te zitten, natuurlijk. Maar deze man die zit er echt, denk ik, en heeft het ook echt nodig. Dus nee, dank u.